Ja, u kijkt nog steeds naar Cultuur in Actie. Mijn naam is Richard Groenendijk. En nou ja, ik heb hier een hele avond vol met mensen van verschillende plumage uit het vak. Ik heb hier nu zitten Helen Potman en Peter van Vleuten. Klopt. Jullie hebben samen een duo. Ja. En dat is een combinatie van storytelling en muziek. Klopt. Ja. Leg me eens uit, wat doen jullie precies? Eigenlijk wat het zegt. We geven vertelconcerten, noemen we dat. Dus we vertellen verhalen en we spelen songs en die stemmen we af. We gaan bijvoorbeeld op reis door Amerika. Ja. Spelen we Amerikaanse songs, ook eigen songs. Of we hebben nu het laatste programma is Love Letters. Ja. En dan lezen we beroemde love letters voor van beroemde mensen. En daar spelen we dan songs bij. Dus zo zetten we eigenlijk onze concerten in een thema. En Peter, waar doen jullie dit? Nou, wij doen eigenlijk alles zelf. Dus dat betekent dat wij niet in een soort geprogrammeerd circuit zitten. Dus wij regelen. Dus je toert niet door de theaters heen? Jawel, we komen best wel regelmatig in de wat kleinere theaters. Ja. Maar het zijn ook huiskamerconcerten of concerten op speciale plekken. Of het kan een atelier zijn. Dus we spelen over het algemeen voor redelijk kleine groepen publiek. Zeg maar tot 40, 50 mensen. Ja. En dus dat is heel intiem en ook bijna akoestisch. Dus ja, dat is een leuke vorm. En Helen, in hoeverre heeft deze crisis jullie geraakt tot nu toe? Nou ja, wij stonden, we wilden eigenlijk een heel groot concert doen. Eén keer per jaar doen we een heel groot concert. En daar waren we eigenlijk helemaal klaar voor om te gaan doen. Maar eigenlijk voordat de maatregelen bekend werden gemaakt, was al besloten om dat niet door te laten gaan. En daarbij zouden we een nieuwe tour doen van Love Letters. En daar zagen we dus met de maatregelen ook een kras door. En alle verdere losse optredens. Ja. Hoe lang doen jullie dit al eigenlijk? 10 jaar? Nou ja, met elkaar 10 jaar. Met elkaar 10 jaar al. Ja. Hey, jullie gaan zo meteen ook voor ons optreden, begrijp ik. Ja. Wat gaan jullie laten zien? Nou, wij hebben ontzettend zitten twijfelen, nog tot in de auto hier naartoe. We hadden twee liedjes in gedachten en het ene ging eigenlijk, dat is Helen geschreven, dat ging over de reden waarom je zingt. Wat drijft mij om in dit vak, waarom wil ik mijn stem gebruiken? Vonden we heel toepasselijk. Maar we gaan ook, binnenkort komt er toch nog een nieuwe single van ons uit en dat is... Want dat kan wel gewoon doorgaan. Ja, de opnames kun je wel gewoon. Ja, dat gaat wel. Want jullie mogen met elkaar wel, hè? Dicht bij elkaar. Jullie zijn een stel. Ja, we besmetten elkaar sowieso. Nee, dus, nee, ja, precies, of dat niet. Is, dat is al niet meer met een pilletje goed te krijgen. Nee, absoluut niet. Nee, dus maar we gaan straks een eigen song doen. Die gaat eigenlijk over wat we nu allemaal meemaken. Zonder dat het zeg maar het coronalied is. Het gaat eigenlijk om de behoefte van. Dat je na een tijdje denkt, ja, zo ver van elkaar af, dat is het niet. Dat is het niet. En daar hebben we een duet natuurlijk van gemaakt. Want, dat lied gaan jullie zo meteen zingen. Ja. Voor hoeveel mensen zetten jullie hier vanavond een handtekening? Zijn jullie met z'n tweeën? Of is er nog een bedrijfje achter? We hebben gekeken, eigenlijk, we zijn met z'n tweeën, maar we werken veel samen. Dus we hadden gedacht, het Lieve Lange Dijk concert wat niet doorgaat, hebben we met 32 man aangewerkt. Ja. Ik zit nog in een muziekatelier in een school waar we met 7 kunstenaars en 3 bestuursleden allerlei kunst- en cultuuractiviteiten ontplooien. Dus dat is, even tellen, ik tel, 42. Ik tel al dubbel, hè? Ja, 42. Dan hebben we nog 2 mensen, want wij zitten nu op de Red Couch. Doen we streamingconcerten met 2 gasten erbij. Patrice Itzinga en Giel Bakker. Dus die tellen we ook als 44. Ja. En dan heb jij nog 3. Heb ik er nog 3 bij. En die, ik weet niet of die meetellen, maar ik wil ze wel graag noemen. Absoluut. Dat is de nieuwe generatie cultuurmakers. Ja. Mijn zoon Pieter, die studeert volgend jaar af aan de HKU. Ja. Zijn vriendin Dayo is net waarschijnlijk toegelaten op de Herman Brood Academie. En mijn nichtje Lizzie, die gaat beginnen op de Kleinkunstacademie. Dus ja, nou, van harte gefeliciteerd. Maar we gaan het wel eerlijk spelen. Die gaan er nog niet officieel bij. Die hadden nog niet aan jullie duo. Toch? Ja, ik moet streng zijn. Ach, ja. Dus het is, we zitten op 47. Ik wil ze vooral noemen even, want dat zijn de nieuwe makers straks. Nou, en dat zijn wel de belangrijke mensen natuurlijk. Want dat is de toekomst inderdaad. Exact. We tellen 47 mensen bij de... We hebben er 109.543. Dus, we gaan de goede kant op. Ik zou zeggen, zet snel je handtekening en dan gaan we naar het toneel om... Zal ik beginnen? Want dan kan ik daarna de gitaar gaan pakken. Ja. Dankjewel. Jullie bedankt.
hallo. Is er hier nou een instort? Is er hier nou een instort? Als deze storm weer ligt, terug in het evenwicht, wat zal er dan zijn gebleven? Gaan we gewoon door met leven? Wat er ook verder verandert, één ding waar ik naar verlang. Dichter bij jou, met jouw wang weer tegen de mijne. Dichter bij jou, eindelijk niet meer apart. Met jouw hart weer tegen mijn hart, dichter bij jou. Soms ook van dat je weer dansen kan, iedere grens overbodig. Dat er geen ruimte geldt, enkel nabijheid telt, iedere afstand onnodig. Lijkt wel steeds langer te duren. Hoe verder ik ben, ik wil gauw dichter bij jou. Jouw wang weer tegen de mijne, dichter bij jou, eindelijk niet meer apart. Jouw hart weer tegen mijn hart, oog in oog en uit op uit, ik hoor de muziek in ieder geluid. Mond op mond en dicht tegen elkaar. Dichter bij jou, dichter bij jou, dichter bij jou, dichter bij jou. Met jouw wang weer tegen de mijne. Dichter bij jou, dichter bij jou. Eindelijk niet meer apart. Jouw tegen mijn hart, dichter bij jou, dichter bij jou, dichter bij jou.